waren ongerust. Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Als we niets doen aan klimaatverandering, dan staat het water hier straks wat aan onze lippen. We wilden er zo graag wat aan doen. Maar we wisten niet hoe. Experts zeiden al dat het kan. En nu gaan we het ook echt doen. Vraag niet hoe en met welke zorgen. En hoe we alle vurig bleven geloven in ons plan. En daarom moeten we nu investeren in de toekomst. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude, vastgeroeste partijpatroon. Ik moet proberen het goed te vertellen. D66 gaat niet zitten afwachten. Wij grijpen nu de kans voor een schonere wereld. Wij komen nu in actie.